Goedemiddag allemaal, lief allemaal. Ik ga weer maar eens even een talk maken. Het is buiten bijna 39 graden. We hebben zo'n verrijdbare airco. Ik zit op onze bovenetage. Hier achter mij zijn de slaapkamers en de ruimte waar we altijd mediteren. En natuurlijk een opname te maken, moest ik even onze verrijdbare airco uitdoen die je hier dus nodig hebt, hè. Het is gewoon zo'n mobiel ding, maakt een hoop lawaai. We houden de temperatuur hier in ieder geval minstens 10 graden koeler. Maar nu warmt het natuurlijk op, nu ik hem uit heb gezet, dus de top mag niet al te lang duren. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor alle mooie reacties, voor het delen van allerlei dingen, vooral op mijn Telegram kanaal. Maar ook mooi dat mensen elkaar allemaal inspireren. Naar aanleiding van mijn laatste talk zijn er allemaal mensen met informatie gekomen over Lars Mühl, over Maria Magdalena, over het mannelijke en het vrouwelijke. Dus dat is, als jullie al die dingen willen weten, ga naar mijn Telegram kanaal. Want mijn website is nog niet klaar, helaas. Ik wil jullie trouwens even laten kijken naar, we hebben de achtergrond weer veranderd. Er zijn twee andere schilderijen uit de serie Identiteit. En deze heeft de titel Ben ik mijn lichaam? Dat is wel aardig, want er kwam nog wel een aardig verhaal bij. En deze is, ben ik hetgeen ik toon aan de buitenwereld? Je ziet deze persoon, heeft zijn gezicht hieronder is eigenlijk niks, maar heeft een masker vast. Dus het masker wat hij opzet, een masker, heeft ook nog eventueel een masker aan de achterkant. Hij kan zo zichzelf tonen in verschillende vermommingen. En ik heb dat geschilderd omdat ik heb ervaren in mijn leven dat ontzettend veel mensen niet zichzelf zijn. Sommige mensen zijn totaal ander iemand op hun werk bijvoorbeeld dan dat ze thuis zijn. Zijn anders als ze met die vriend zijn dan met die vriend. En eigenlijk is dat dus dan dat. Dan speel je dus rollen. Dan ben je iedere keer een imago aan het neerzetten. Ik wil niet zeggen dat ik zeg dat dat fout is. Het enige wat ik wil zeggen is, wees je ervan bewust dat je, als je dat doet, wees je ervan bewust. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb gedaan in mijn leven. Het is wel eens een tijd geweest dat ik het heel moeilijk vond om echt vanuit mijn hart te spreken. Maar dat was omdat ik bang was voor de betrokken persoon. En dan maakt dat het heel moeilijk als je angst hebt. Angst maakt dat je dat gaat doen, dat je maskers gaat opzetten. Terwijl als je zonder angst bent, spreek je gewoon altijd uit je hart en ben je ook niet bang om iets of iemand te verliezen. Want het allerbelangrijkste wat je dan hebt, ben jezelf. En dat zit in jezelf. Je eigen waarheid en je eigen waardigheid. En het is ook zo, als je iemand zou verliezen omdat je je waarheid spreekt, ja, dan is natuurlijk die relatie heel discutabel. Goed, we hadden daar nog wel een aardig gesprek over gistermorgen. We hadden deze afgelopen week vrienden die bij ons bleven. Vrienden in die zin, het waren mensen die ik nog nooit had ontmoet. En de man was een vriend van Willy. In de tijd dat hij plannen had om naar Costa Rica te verhuizen, te emigreren. Dat is ook een heel bijzonder verhaal, maar ook natuurlijk wel een triest verhaal, maar ook heel bijzonder als je er achteraf op terugkijkt, als je het grotere plaatje ziet. Willy had met zijn vrouw Helena plannen om te emigreren en ze hadden gezocht naar een plek en Costa Rica was de bestemming geworden. Daar zouden ze willen gaan wonen om allerlei redenen. Omdat er een vrouw president was. Inmiddels is dat geen enkele garantie voor dat het ook iets goeds is. Hè? Dat weten we wel. Maar het is een land dat heel ecologisch omgaat met zijn bronnen. Het is er heel mooi. Het is een prachtig natuurgebied. Het is een fijn klimaat. Het is altijd een beetje dezelfde temperatuur tussen de 25 en de 28 graden. En met uitschieters naar boven naar beneden, maar dit is het gemiddelde. Het heeft een regenseizoen en een droogseizoen. Enfin, ze hadden die plannen waren eigenlijk helemaal rond. Ze hadden de vriend die afgelopen week bij ons was, was makelaar toen. Dus dat was de makelaar met wie ze naar huis hadden gezocht en een huis hadden gevonden. En het hele
verdrietige natuurlijk op dat moment. Hè, je kunt de dingen, alle dingen die gebeuren met jou of met een ander, kun je zien in het moment zelf, waarop je een klein kader hebt van waarneming, of later, als je het grotere plaatje begrijpt. Op weg naar om te gaan tekenen voor het huis, om het te kopen dus, ontdekte mijn lief dat zijn lief, zijn vrouw, onderweg in de auto, dat zij dus geel wordend oogwit had en haar huid helemaal geel was. En hij zag dat en schrok en zei, voel je je goed? Nee, zei ze, ik voel me ook niet goed. Ik voel me niet goed. En hij zei, nee, alles is geel. Enfin, ze zijn toen niet gaan tekenen. Ze zijn naar de dokter gegaan. Die stuurde hen door naar een specialist. En daar werd geconstateerd dat ze een tumor had aan de pancreas. Pancreaskanker, zeg maar. En oké, dat wilden ze wel in Costa Rica laten behandelen. Maar daar hebben een hele goede ziekenhuis. Want er wonen enorm veel Amerikanen. Rijke Amerikanen. Maar dat mocht niet van de verzekering, dus ze moesten terug naar België. En daar is het hele behandelplan van de, ik noem het niet klassieke geneeskunde, maar eerder de moderne geneeskunde, de chemische geneeskunde, is toen begonnen. En zij beiden waren op dat moment totaal onbewust. Totaal onbewust voor je lichaam. Helena was niet helemaal onbewust voor spirituele dingen. Maar ze waren onbewust van de wereld en ook onbewust van wat genezing is eigenlijk. En wat je lichaam is. En dus ze zijn volledig meegegaan in dat hele programma. Uiteindelijk, alles bij elkaar, heeft het geleid tot haar overlijden in 2013. En oké, dat hele emigreren naar Costa Rica is dus nooit doorgegaan. Willy is er ook nooit meer geweest. Het was een beetje natuurlijk een beladen plek. En deze man die dus nu op bezoek kwam, daar was hij wel bevriend mee en bevriend mee gebleven. En deze man had inmiddels een nieuwe relatie, een nieuwe vriendin, Nederlands. De man is ook Nederlands. En die kwamen dus samen. Dus voor mij twee onbekende zielen en voor mijn lief één onbekende ziel. Maar dat viel dus reuze mee. Dat was heel erg leuk eigenlijk. We hadden een hele leuke, maar heel intense week. Want deze beide mensen zijn wakker voor de wereld, wakker voor hun gezondheid en wakker voor het spirituele. Dus we hadden hele boeiende gesprekken. Constant, zeg maar. Zonder onderbreking. Dus het was ook intens. Af en toe moest ik echt even gas terugnemen. Ook al omdat ik heel veel vragen mocht beantwoorden. En zij ook. We hebben ook heel veel dingen verteld over hun plannen in Costa Rica en over hoe ze daar leven. En deze man is heel erg bezig met piramides. Ze hebben piramides in hun tuin en hij had een piramide bij zich. En er zullen vast mensen zijn, ik weet het ook wel, piramides zijn bijzonder en hebben ook een soort... ook een geneeskrachtige werking. Je kunt er ook voedsel langer in bewaren. Je kunt er dingen door ontgiften. Dus het heeft in heel veel opzichten een vergelijkende werking als kristallen. Of als wat de dingen van Luc doen. Van Luc Hetterly. De man die alle cash-producten in de wereld zet. Er zitten heel veel overeenkomsten in. Het is ook heel leuk. Zoals ik al vaak zeg, er zijn... Vroeger leidden alle wegen naar die ene stad, begint met die R, waar we eigenlijk nu wel van weten dat dat helemaal een afgebouwde zaak is. Daar wordt alleen nog maar een film opgevoerd. Die stad, hè, alle wegen leiden naar R. En nu leiden alle wegen naar P, en dat is het paradijs. Wat we aan het creëren zijn met z'n allen. Je kunt dus op vele verschillende manieren daar komen. Dus het is niet zo dat de piramide beter is dan kristallen. Het zijn allebei gelijkwaardige wegen. En dat is eigenlijk ook iets wat ik jullie wil meegeven. Want dit is ook wel iets wat zowel in de truthers community, laat ik het maar even zo noemen, de waarheidsgemeenschap, de social media en de groepen die allemaal wakker zijn, als in de geneeskunde.
hoe zou je zeggen, in de healersgemeenschappen als in de spirituele gemeenschappen. Wat je voortdurend ziet, is dat mensen hun eigen manier proberen aan te prijzen als de beste. Maar die van mij is, dat is beter. Je moet dat doen, want die van mij is beter. Nou, ik zou jullie echt willen zeggen, probeer dat niet te doen. Al mocht je dat doen, hè, heel veel van jullie doen dat zeker niet. Maar probeer het te zien als alle dingen mogen er zijn. Het is eigenlijk net zoiets als je eet 's morgens een broodje, een boterham of een crackertje. En de een houdt van pindakaas, en de ander van hagelslag en de ander van kaas. Wat geen goede combinatie is overigens met brood, maar dat is dagen later. De ander van zelfgemaakte confituur. Ik momenteel bijvoorbeeld heerlijk met eigen gemaakte abrikozenconfituur. Dat is een van die guilty pleasures, hè? Schuldige genietinkjes. Het is niet super gezond. Hoewel, ik heb het in de triangel gezet en nu is het goed. En het is helemaal natuurlijk. Hè? Er is niks aan toegevoegd. Behalve suiker. En zo zijn er nog heel veel dingen die je op je brood kunt doen. En natuurlijk zou je kunnen zeggen van een tomaatje of een radijsje is gezonder. Absoluut. Maar aan de andere kant verder. Gaat het nergens over. Iedereen kiest gewoon wat hij lekker vindt. Of zij. Hè, als iemand zegt, ik vind hagelslag lekkerder. Wie ben ik dan om te zeggen, nee, je moet pindakaas nemen. Ik lust zelf geen pindakaas. Dus dat is al helemaal niet iets wat ik zou zeggen. Maar ik bedoel, zo is het eigenlijk met alles in de wereld. En het is ook hetzelfde met kleding. Nou ja, daar heb ik nog wel een ander verhaaltje over. Maar als, ik bedoel, je kunt dingen kiezen. En sommige mensen houden van hele felle kleuren of motieven. En andere mensen niet. Die houden meer van effen kleuren. En wie zijn wij om daar te zeggen, dit is beter en dat is beter. Dus dat is allemaal. Er zijn dus heel veel wegen die naar het paradijs leiden. Dat kan over de weg van de gezondheid zijn, van de healing. Het kan zijn over de weg van bewustwording, van het delen van je kennis. Probeer vooral uit de valkuil te blijven dat jouw manier de enige is en de beste. Iedereen moet voelen. We zijn namelijk allemaal uniek. En iedereen moet voelen wat het beste bij jou past. Voel waar jij je goed bij voelt. En dat gevoel, dat begint eigenlijk in je buik. En dat heeft vooral als het met dingen proeven of dingen, maar ook met dingen ervaren. En soms begint het in je denkgeest, maar het moet een soort geheel zijn waardoor je je helemaal prettig voelt. Dus vertrouw op je eigen, dat is de allergrootste les die ik elke keer zal blijven benadrukken. Vertrouw op je eigen intuïtie. Vertrouw op jouw gevoel. Jij bent uniek en jouw gevoel kan jou alleen maar zeggen wat goed is voor jou. Dus ik weet niet wat goed is voor jou. Hè. Ik vertel gewoon mijn ervaringen. En sommige mensen hebben er iets aan. Andere mensen zeggen, nou, voor mij is het helemaal anders. En dat is prima. Dat is oké. Ik ben alleen maar blij als er mensen hun eigen weg vinden en die werkt. Want dat is toch het enige wat telt. Als het werkt, is het goed. Goed, dat was wel in die week met deze mensen hadden we. We zijn naar Luc toe geweest, want wij vertelden over de gans, over de plasmagans. We vertelden over wat er allemaal gebeurde en over het. Hoe zei je dat? Cabinet de soin. Dus het welzijnsbed, wat Luc zelf heeft gemaakt. En ik wilde jullie trouwens ook nog even dit dingetje laten zien. Ik weet niet of ik dat vorige keer heb laten zien. Dat is dus een soort pain gum pen of een genezende stick. Die hebben we gemaakt in de cursus toen met Luc. En hierin zit een staafje koper. Een staafje met een oogje eraan, onbehandeld. En dan zit daaromheen een gespiraalde koperdraad. En die is genanocoat. Dus dit is een plasma stick. En wat er gebeurt, deze kun je dus eindeloos opladen in de natuur. Dus het is dicht gedaan met. Niet met lijm, maar met een kit. Zeg maar, een beetje doorzichtige kit. En hier is een dopje op gedaan. En dat ding, je kunt hem een beetje horen. En wat hij doet, hij geneest ook. Hij geneest, want het is een energetisch genezingsapparaat. Dus als ik hier op mijn arm iets heb, bijvoorbeeld een brandwond, of een, maakt niet uit wat, of spierpijn, of
Dan ga je dus in cirkels. Dit is heel makkelijk te maken door iedereen. Dit is bamboe. Een vrij dikke bamboestaaf. En verder zit er dus niks in, hè? Dan die twee koper dingen. En je gaat dan in cirkeltjes. En ik doe 13 keer, want 13 is het heilige getal wat terug zal komen. En wat op zijn plaats zal worden gezet. En niet langer dat je het moet vermijden. 13 keer met de klok mee en 13 keer tegen de klok in. En dan stop ik. En dat, als je dat een aantal keren per dag doet op een afstandje, dan zul je merken, je zult ook de trilling voelen. En je zult merken dat datgene wat daar geheeld mag worden, dat dat heelt. Je kunt deze dingen eindeloos opladen. Je legt hem gewoon ergens in je tuin, bij een plant, in het gras, whatever. En dan na een uur of zo, of na 2 uur, of een nachtje, dat is ook goed. Dan is hij weer helemaal opgeladen en dan doet hij het weer. Goed, we waren dus bij Luc en dat was leuk, want deze twee mensen wilden allebei in dat bed. En dat is ook gebeurd. Maar ze wilden natuurlijk ook alles weten. En ze spreken Spaans en Nederlands en Engels, maar geen Frans. Dus wij moesten de hele tijd vertalen. Dus we waren ook allebei meegegaan. Mijn lief en ik. En wij hebben dus steeds vertaald. En het was wel mooi. Luc heeft intussen het een en ander aangepast op zijn scorelijst. En dat is ook wel mooi. En ik zal bij de linken zal ik zijn website erop zetten. Want er staan heel veel dingen op, ook over dat medbed. En voor mensen die dat willen maken en die van mij al een beschrijving hebben gehad in het Frans. Dat blijft in het Frans. Luc spreekt nog steeds geen Engels. Maar ik heb nog betere filmpjes, dus als je dat wil. Maar ik denk dat je ze kunt vinden op zijn website, deze filmpjes. Want hij heeft ze eraf gehaald. En natuurlijk niet de gesproken filmpjes kun je niet vertalen. Ik weet niet of je ze kunt ondertitelen. Maar je kunt wel alle andere Franse teksten kun je natuurlijk met Google Translate vertalen. Dus ik zou zeggen, als je dat wil, doe dat gewoon. Het is tegenwoordig best behoorlijk goed, Google Translate. En misschien staat er af en toe een raar kromzinnetje, maar oké, dat moet je dan maar even voor lief nemen. Maar het was heel bijzonder, want we hadden daar hele mooie gesprekken met Luc. En deze twee mensen wilden echt alles weten. Het naadje van de kous. Wat leuk is, hè? Leuke Nederlandse taal. Die wilden dus echt weten, hoe werken die dingen nou? Je kunt dus meten of je chakras open zijn. Hoe je verbinding is met de aarde. En hoe je verbinding is met het hogere. En of je ziel, of je in verbinding leeft met je ziel. Of je je zielsplan leeft. En zij scoorden behoorlijk hoog. Dus dat was wel. Maar ze wilden dan echt weten, ja, hoe kan ik bij 100% komen? En dat moesten ze dan uitleggen. Want het is van 0 tot 100. En heel veel mensen die daar bij Luc komen, die zitten soms maar onder de 30 of zo. Hè? Goed, wij hadden de eerste paar keer ook steeds boven de 80, 90 zelfs. De laatste keer dat we er geweest waren, was dat ineens. Maar dat heb ik al verteld in een van mijn vorige talks. Dat was vlak voor mijn val. Vlak daarna. Was het daarna? Ik weet niet, vlak ervoor denk ik. Nee, ervoor, ja. Fijn, het was een hele samenloop van omstandigheden. Dat het allemaal toen, dat ik in een soort schrikreactie, en dat heb ik ook uitgelegd aan hen, van ja, dat meten is een momentopname. Want als jij morgen te horen krijgt dat je vader ernstig ziek is, en dat hij waarschijnlijk binnen afzienbare tijd gaat overlijden, dan zakt natuurlijk een heleboel van die dingen zakken. Dat is logisch, want dan krijg je een shock te verwerken. Ziek, kijk daarvoor naar de Germaanse geneeskunde. Dat is een conflict. Je zou er ziek van kunnen worden. Dat heeft invloed even op al jouw processen. Wat gebeurt er als je een shock ervaart? Als er iets binnenkomt, dan trek je je energie terug in jezelf. Hoe voelen angstige mensen als je die ontmoet? Die voelen als in elkaar gekrompen. Hun aura is in elkaar gekrompen. Die trekken alle energie naar binnen. Nou, dat doen wij dus ook als we zo'n conflictreactie of een heftige reactie op iets hebben. En dat betekent dan dat waarschijnlijk je aura's niet meer zo open zijn en dat je even helemaal niet in staat bent om contact te hebben met je ziel, want je zit in angst. En angst is een afsluitende reactie. Liefde is een openende. Angst is dit.
wat dat betreft is de lichaamstaal natuurlijk ook heel mooi. Kijk maar eens naar films waarin iemand, dus die films waarin bijvoorbeeld te zien wordt hoe een partner de ander bedreigt. Laat ik maar zeggen, de man bedreigt zijn vrouw. Wat grosso modo meer voorkomt. Het andere komt af en toe ook voor. Misschien wel meer dan af en toe, maar grosso modo is het nog steeds Yang die Yin bedreigt. Dus ik zeg het even gechargeerd. Sorry, is niet iedereen doet dat. En het is maar. En dan moet je kijken wat er gebeurt met de persoon die bedreigd wordt. Of het kan zijn een kind dat bedreigd wordt. Je ziet dat die energie in elkaar krimpt. Dat is wat angst doet. Dus dat wil zeggen dat je al je openstaande energie trek je terug naar binnen. En dus zakt jouw al jouw waarde. Hè, van, het is ook een van die waarden is ook of je nog veel in het verleden zit met je denken. Of in de toekomst of in het hier en nu. In de het verleden en de toekomst, dat kan allebei angst zijn. In het hier en nu kun je wel je toekomst creëren. Maar als je je zorgen maakt over je toekomst, dan is dat eigenlijk even goed als dat je spijt hebt over je verleden. Dan ben je dus niet in het hier en nu en dan ben je niet aan het creëren en dan zit je in een lage energie. Goed, de gesprekken die we daar hadden waren heel boeiend. En toen kwam het ook over, kregen we ook een gesprek over tweelingzielen. En toen vroegen zij, weet je daar iets van? En heb jij, dus ik zei, ja, ik weet er wel iets van, maar ik voel me onvoldoende deskundig om daar heel veel over te zeggen. Ik weet dat je als, nou niet eens toen ik een jong meisje was, dat kwam pas veel later, dat je daarover leest en dat je dan denkt, oh wauw, dat wil ik, mijn tweelingziel ontmoeten. En dan ga je als het ware op zoek naar je tweelingziel. Je kijkt overal, hè? Dat was bij mij nadat ik gescheiden was van mijn eerste man. Dan denk je een paar keer dat je iemand tegenkomt en dat is hem, maar dat is dan dus niet zo. Of misschien wel, maar nee, het was dus niet zo. Hè? Maar het is niet zo dat wat we allemaal dan denken, wat ik toen dus dacht, is dat het zoiets van, dat is een soort hemelse ervaring. Dan is in één klap alles opgelost. Dan ben je de rest van je leven, dat is dus zoiets als het sprookje van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Nou, dat is dus echt een sprookje en dat is ook een sprookje wat heel vaak wordt gekoppeld aan tweelingzielen. En dat is dus helemaal niet het geval. Daar gaat het uiteindelijk wel naartoe. Maar voorlopig is het nog zo, als je je tweelingziel tegenkomt. Het was trouwens wel leuk, want mijn lief had een boekje liggen. En dat is echt dit boekje. En ik dacht, nou ja, dat is gewoon belletrie. Ik ga dat even lezen. Ik heb vanmorgen even gelezen. Het is iets van 240 pagina's. Ik heb het even gelezen, een stukje voor het opstaan en een stukje daarna. En ik dacht, ik wil het toch eens lezen. Toen bleek dat een spiritueel liefdesverhaal van Christine de Winter. Het is geschreven, uitgekomen in 2011. Het is belletrie, het is niet super goed geschreven. Maar goed, het is best een leuk verhaal. Maar ik lees het dus wel in twee uur uit, zeg maar. Wat er gebeurt is, er is een soort wijze man en die helpt een vrouw die juist haar relatie is verbroken op het pad van wijsheid. Maar de wijsheid die ze in het verhaal weeft, is wel mooi over tweelingzielen. Alleen je ziet dat, zij heeft het ook over de chakras, en dat zijn namelijk aantrekkingspunten, magneten. Ze noemt bijvoorbeeld je basischakra, die rood is. Zoals ik ook in al mijn meditaties zeg, dat is je rode basis. En als je niet goed geaard bent, kan het helpen bijvoorbeeld om rode sokken aan te trekken, rood ondergoed, en af en toe je handen in een bak met zeezout te houden. Niet met water erbij, gewoon zout. Dat helpt je mee om te aarden. En natuurlijk in de tuin werken en met je blote voeten op de aarde lopen. Dat is nu bij ons een beetje, want dat is nu echt stro gewoon. Alles is helemaal bruin. Dus dat is niet echt prettig aan je blote voetjes.
Maar goed, het gaat zondag regenen waarschijnlijk op mijn verjaardag. Nou, dat beschouw ik in dit geval als een verjaardagscadeau. Wie wil de regen op zijn verjaardag? Ik. Een grote bui. 50 mm of zo. Voor alle planten en de dieren. Want zelfs de reetjes komen naar onze waterbakjes. En eten van planten in de tuin waar ze normaal nooit van zouden eten. Maar ze hebben dus gewoon nood aan vers groen. Alle rozenknoppen eten ze bijvoorbeeld uit de rozen. Nou ja, ik vind het goed. Ze hebben honger. Maar goed, we hadden dus een heel gesprek over tweelingzielen. En ik weet er niet zoveel van, dus ik las dat boekje. Nou, die rode basischakra, dat is ook een aantrekker voor partners op dat niveau. Maar dat is dus heel basaal. Dat zijn verliefdheden die meestal kort duren, want dat gaat eigenlijk alleen maar over heel basale dingen. En dan je tweede chakra is oranje. Nou, en in die oranje, ook daar is... Ik moet even kijken hoor, of ik het kan vinden. Ik heb er geen plakketje bij gedaan. Om het voor te lezen. Ik was al namelijk helemaal niet van plan. Maar goed, het gaat altijd zo. In ieder geval... Nou, ik zal het misschien wel een keertje uittypen en ergens opzetten. De chakras staat misschien wel in de inleiding. Oh nee. Nee, dit is geen boek met een inleiding. Oké. Ah ja. Ja. Ja, die eerste emotie, die eerste... Deze mevrouw weet dus wel heel veel over de lagere chakras. De stuitchakra. Die heeft dus alles te maken met overleving. De aarde, het lichaam en materie. Stel je een man voor die graag goed zijn kost verdient. Voor het overige heeft hij niet zoveel interesses behalve seks. Wanneer hij een vrouw ontmoet die nogal begaan is met haar uiterlijk en houdt van een luxueus leven en valt op mannen met geld, dan is het heel goed mogelijk dat die elkaar aantrekken. En als magneten, want dat is dus rood, dus de rode magneet. En die relatie kan in het begin heel passioneel zijn, maar wanneer... En zolang geen van beiden een stap zet in zijn verdere ontwikkeling, zal dat goed blijven gaan. En dan kan het misschien best heel lang duren. De vrouw blijft lekker in een luxueus leventje en de man verdient veel geld en is er bijna nooit. En af en toe, als hij er is, hebben ze gepassioneerde seks en luxe vakanties. Maar als een van beiden een stap zet in zijn ontwikkeling, dan zal het vuur doven. Dat kan best lang duren. Want de man kan de vrouw telkens weer voor zich winnen met cadeaus en luxe. En de vrouw kan haar man blijven verleiden met haar seksuele charme. Maar wanneer een van beiden evolueert, dan ontstaat er een probleem. Stel dat de vrouw wat meer betrokkenheid van haar man wil en hij gaat dat niet geven, dan houdt het op. Hij is natuurlijk heel veel weg om geld te verdienen en zij voelt zich eenzaam. En dan gaat het dus over. Dat is eigenlijk de rode als de partners niet bereid zijn het leven ruimer te zien, ontstaan er grote relatiecrisissen. Want er is niet echt emotionele betrokkenheid. Dus als de partner, als eentje zich uitbreidt en de ander is niet bereid om het leven ruimer te zien, dan is deze relatie gedoemd te stoppen. Nou, de volgende is de oranje. En die lijkt een beetje op de rode, maar die is toch een beetje anders, want die heeft te maken met je heilige chakra, je heiligbeenchakra. En die is zowel vooraan als achteraan in je lichaam voelbaar. En die heeft betrekking op je instinct, zegt zij, op het gevoel dat zich via je lichaam laat gewaar worden. Ik heb ook in een van mijn tolks gezegd, je kunt intuïtie hebben, je buik, je gut feeling, nou dat is dat. Of je hebt het gevoel vanuit je hart en je voorhoofd, je derde oog. En dat is een heel ander soort intuïtie. Dat wil niet zeggen dat die gut feelings niet goed kunnen zijn. Maar die beperken zich ook vaak tot alles onder de navel. He, dus op de materiële dingen, de aardse dingen, eten, drinken, slapen, seks en al dat soort dingen. En de materie.
pas als je boven je diafragma bent, ga je die andere dingen kunnen ervaren, intuïtief. Het is in ieder geval wel een gebied waar ook emoties aan verbonden zijn. Maar dat is, en seksualiteit, maar minder ter overleving van de soort of vanuit een lichamelijke drang. De basis is je instinct, je gevoel dat reageert op een bepaalde emotie. Dus vlinders in je buik. Het gaat om gevoelens van verliefdheid die je seksueel prikkelen, maar in je lichaam ook andere sensaties teweeg brengen. Er is al een verlangen naar een versmelting met de ander en dit vanuit een polariteit. Dus je bent toch heel erg in de polariteit. Eigenlijk is die hele onderkant dat. Onderkant van je lichaam is dualisme. Bovenkant van je lichaam is meer gericht op de eenheid. En er is dus een verlangen naar samensmelting. En dat is allemaal onbewust. En dat is bijvoorbeeld de macho die verliefd wordt op een onderdanige vrouw. Of de dolomina die zich aangetrokken voelt tot een nieuwe tijdsman. Dit is een oude... Dolomina's bestaan niet meer volgens mij. Ze zijn al lang getransformeerd tot andere vrouwen. Maar het is allemaal nog zeer basic. En dan heb je de gele magneet. En dat is onze zonnevlecht. Hè? Dat is onze solar plexus. En dat is het volgende energetische centrum. En dat is de hoogte van je maag. Nou, het is iets onder je maag. Bij je navel. En het is het centrum van onze emoties en onze wilskracht. En emoties is natuurlijk ook angst. Over emoties ga ik ook nog meer vertellen. Misschien niet nu, het ligt eraan wat ze me allemaal nog influisteren. Je wilskracht, ik wil dit en dat. En de dingen die je tegenhouden zijn je emoties en dan voornamelijk angst. Relaties die op basis hiervan ontstaan corresponderen met de gele magneet. Een heel groot deel van de relaties komt tot stand door deze aantrekkingskracht. Dus dat is eigenlijk het laatste station voordat je op een andere manier gaat liefhebben. Vaak zijn deze mensen geëvolueerd vanuit de rode en de oranje magneet. Het zijn vaak mensen die nog niet zo'n goed zelfbeeld hebben. Ze houden nog niet echt van zichzelf. Ze hebben het gevoel dat er diep in hen een leegte aanwezig is die gevuld moet worden. Dus die polariteit. Ik ben niet genoeg. Jij moet er zijn om mij te vullen. En dat kan alleen door iemand anders. En die andere is dan verantwoordelijk voor hun goed gevoel. En dat is als je nog steeds denkt dat de buitenwereld jou alles aan jou geeft. Hè, je goede gevoel, je slechte gevoel. Daar heb ik het al vaker over gehad. Hè, dat dat natuurlijk niet zo is. Maar dat kunnen rode knopjes zijn. Of oranje of gele. In dit geval. De stemming van deze mensen is afhankelijk van de bevestiging of de verwaarlozing van de ander. Deze mensen willen vaak niet alleen zijn en ze gaan op zoek naar iemand die dat ook niet wil. De ene vult de emotionele leegte van de andere. Maar als je wel aanvoelt, kan dit niet blijven duren. Na enige tijd word je geconfronteerd met het feit dat geen enkel ander mens de leegte in jou kan vullen. Je moet gewoon dichter bij jezelf komen. En zo dicht bij je vermogens tot liefhebben. Dat je van jezelf gaat houden. En dat is een tamelijk harde les voor iedereen. Maar als je niet wil blijven hangen in het eeuwige rad van relaties aangaan en afbreken, moet je deze les in eigenliefde leren. En dat is voor heel veel mensen niet zo gemakkelijk. Als je dat niet geleerd hebt. En dat is nou een van de dingen die het systeem ons zeker niet leert. Hè? Van jezelf houden. En wat dat betreft, ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Over Mariska. Dan komt de groene. En de groene is de hartsmagneet. En deze hartsmagneet, dat is wanneer je eigenlijk gaat voelen dat je vanuit je hart een heel... Maar dan ben je dus je diafragma gepasseerd. En dan ben je in het gebied waarin je op weg bent naar het gevoel van eenwording met het al. Dus de eerste... En het is natuurlijk zo dat alles gaat in fasen. Het is niet zo dat als jouw je hartchakra open gaat, dat die meteen wagenwijd open staat. Dat gaat eerst op een keertje. Bij sommige mensen gaat het wel opeens. Maar meestal, zeg maar 98% van de gevallen, gaat dat langzaam met stukjes en beetjes. Soms gaat hij weer even dicht en dan gaat hij wat verder open.
En hoe kun je die openen? Er was iemand die vroeg, stelde die vraag. Het is eigenlijk alleen maar door in jezelf te gaan. Mediteren. Mediteren, yoga, tai chi. En dan eigenlijk vooral dingen waarbij je naar binnen gaat. Hè? Echt naar binnen. Dus in de tuin werken, kan. Als jij in de tuin kunt werken terwijl je helemaal van binnen bent en niet denkt. Want heel veel mensen vinden tuinwerken heel ontspannend. Maar ook wel omdat ze dan... Of ze denken niet en zijn erg bezig met wat ze aan het doen zijn. Of ze hebben de tijd om eens rustig alles te overdenken en op zijn plaats te zetten. Wat natuurlijk ook goed kan zijn. Maar mediteren is wel echt... Ja, nou ja, dat zeg ik ook steeds. Heel lang mediteren. Elke keer dat je mediteert, voeg je iets toe aan je bewustzijn. Want dat is waar we naar op weg zijn. Naar volledig bewustzijn. Enfin, de uitleg van de groene magneet is nog behoorlijk goed. Maar dan komt de volgende, de voorhoofdchakra. En daar heeft ze eigenlijk geen uitleg bij. En deze al helemaal niet. Dus dat is wel heel leuk. Je kan natuurlijk niet een boek schrijven over iets wat je zelf nog niet ervaren hebt. Dus dat vond ik eigenlijk een hele grappige gewaarwording. Nou, mijn boek gaat dus ook alleen maar over alles wat ik zelf heb ervaren. Net zoals mijn talks eigenlijk. Maar met deze mensen hadden we dus een hele mooie gesprek. Terwijl we terugkwamen in de auto en we zijn toen onderweg ergens gaan eten op een prachtig terras in een plaatsje dat heet Penne d'Agenais. En dat ligt op een heuvel en daar is een soort kathedraal. En die is gebouwd in een soort replica van de basiliek in de stad, die wiens naam ik nu niet meer noem. En die basiliek daar heet geloof ik Sint en dan nog een naam zoals Piet en Pietertje. En daar is dat een soort replica van. Staat in Nederland volgens mij ook een replica. Ik dacht in Oudenbosch of zo. En deze veel kleiner natuurlijk en deze is ook veel kleiner. Maar dit was dus een La Perugade heet die. En dit was, Penne d'Agenais was vroeger een stopplaats voor de bedevaartgangers die naar, Compostela, Santiago de Compostela liepen. En er was dan ook een dortoir, dat wil zeggen een soort slaap, een soort herberg met slaapplaatsen voor de pelgrims. En de pelgrims konden daar overnachten, konden douche nemen en konden goed eten. En op zondagmorgen was er dan een kerkdienst speciaal voor hen, vroeger. Dat is nu niet meer, hoewel er waarschijnlijk nu weer meer pelgrims gaan dan ooit tevoren naar Compostela. Maar ze gaan met andere intenties en met meer bewustzijn. Maar goed, we waren daar, we hebben daar gegeten, we hadden een schitterend uitzicht en het was heel erg warm. En het eten was heel lekker en we hadden mooie gesprekken. En we hadden ook gesprekken over tweelingzielen. En toen wilden zij weten of ze tweelingzielen waren. En ik vind het altijd lastig als mensen dat vragen, want ik wil eigenlijk sommige dingen... Maar goed, ik heb dus het gevraagd. En gependeld en in hen, ik had het antwoord, zeg maar. En toen kreeg ik meteen heel veel andere dingen door, weet je wel. Ik had weer even een kanaal geopend en toen kreeg ik door dat dit is nu de tijd waarop iedereen zijn, in de komende tijd, zeg maar, gaat iedereen zijn tweelingziel ontmoeten. En toen dacht ik, ja, maar hoe kan het nou? Er zijn ook heel veel ik ken mensen wiens tweelingziel niet in dit leven is momenteel. En mensen wiens tweelingziel met een ander is, die het wel weten dat het die tweelingziel is, maar die is met een ander. Het was trouwens wel mooi, in het begin van dit boekje neemt die mevrouw ook een uitstapje naar het verhaal van Plato's Symposion, waar ik jullie ook al eerder over heb verteld, over de bolletjesmensen. Over in dat symposion gaan al die verhalen in dat boekje. Het is Socrates natuurlijk, want dat is de hoofdpersoon in alle verhalen van Plato. Socrates heeft zelf niets geschreven, maar zijn leerling Plato heeft alles opgeschreven. En het is zo dat heel veel van die leerlingen van Socrates waren ook mannen met wie hij de liefde bedreef. Jonge mannen. Socrates was al redelijk oud in al die boeken, in al die verhalen. En in die tijd in Griekenland was de herenliefde was de norm.
Vrouwen, de mensen hadden ook een vrouw, maar die was thuis en dat was voor kinderen en voor alles wat geen mannenwerk was. De mannen trokken ten strijde, de mannen debatteerden met elkaar. De agora was niet voor vrouwen, misschien mochten ze hem kuisen, maar ze waren daar niet welkom. Wat er allemaal gebeurde was tussen de mannen. En die mannen, in die verhalen symposium, dat gaat over de liefde, komt ook naar voren, dat wordt ook duidelijk, maar ook in andere verhalen, dat verschillende van die jonge mannen allemaal een liefdesrelatie hebben of gehad hebben, of met Socrates of met een van de andere oudere mannen. Dus het is oudere mannen met jongere mannen, met jongeren. En hoe jong is jong? Er staan geen leeftijden bij, maar ik denk soms heel jong. Dus dingen die, waar we nu ook wel met een zekere, hoe zeg je dat? Twijfel, laat ik het twijfel noemen, naar kijken. Waarvan je dan denkt, dat was daar de norm. Hoe gaat dat dan allemaal? Hè? Dat is boeiend, dat is heel boeiend. Ik heb er geen oordeel over. Ik zeg alleen maar dat het mij, dat ik het interessant vind. Dat het dus zo kan gaan, dat een hele samenleving dat als norm heeft. Terwijl natuurlijk als je het boek van Maria Magdalena leest, is er iets anders eigenlijk de norm, oorspronkelijk. Maar goed, ik geloof ook dat we door allerlei fasen heen moeten gaan om al die lessen te leren. Wat trouwens, ik begon, daarnet vertelde ik het verhaal over mijn lief en zijn echtgenote. En later, toen wij elkaar ontmoet hebben en het hele pad hebben teruggekeken hoe zijn weg is geweest en dat hij dus daar niet moest gaan wonen. En dat het dus uiteindelijk de bedoeling was dat wij elkaar zouden ontmoeten. Ik woonde in Frankrijk, hij woonde bijna in Costa Rica en woonde uiteindelijk in België. En dat ze boven behoorlijk hebben moeten zitten puzzelen, onze lichtteams, van hoe gaan we dat samenbrengen? Hoe moeten we dat? Dus dat ze van allerlei dingen hebben moeten organiseren. En dan zit je dan nog steeds mee dat wij een vrije wil hebben. Dus we kunnen nog steeds dwars door alle plannen heen iets anders doen. En die lichtteams, dat zijn natuurlijk allemaal helpers van ons hoger zelf. Dus ons hoger zelf, onze ziel, plant al die dingen. En als je het grotere plaatje kent en begint te zien, dan ga je zoveel dingen begrijpen. En dan ga je over zoveel dingen anders denken. Enfin, dat is ook in ieder geval met hem gebeurd. Hij heeft het grote plaatje gezien. En hij begrijpt ook wel nu dat bepaalde dingen moesten gebeuren, want hij had een plan. Een zielsplan. En dat had hij tot nu toe redelijk goed laten liggen, zeg maar. Behalve dat hij Tai Chi deed. En daar was heel de tijd zijn ziel in betrokken. Maar voor de rest was hij nog niet zo erg bezig met zijn zielsplan. En nu wel, dus dat is heel goed. Iemand vroeg op Telegram van dat hij heel benieuwd was hoe mijn lief die processen ervaart. En ik vroeg het aan hem. Dus ik zal nog wel eens een keer vertellen hoe hij dat ervaart. Hij moet dan wel lachen, want dan zeg ik, ja, moeilijk hè, natuurlijk. Hè, als ik, want ik zit hem af en toe een beetje achter zijn vodden. Omdat hij tot nu toe zijn hele leven over dat stuk, het is een keiharde werker, maar over dat stuk gemakzuchtig is geweest. Laat maar, het komt wel. Dat. Dus ik ben wel af en toe confronterend. En hij zegt dus ook, you're my pain in the ass. Maar dan op een goede manier. Maar natuurlijk is dat soms vervelend als iemand je er even aan herinnert van, goh, gaat het goed met je? Enfin, goed, dat is. Dus terug naar die tweelingzielervaring. Ik kreeg dus, terwijl we daarover aan het praten waren onderweg in de auto, kreeg ik allerlei informatie door. Informatie over dat dus alle tweelingzielen elkaar zullen gaan ontmoeten. En dat zal zijn op het moment wat we noemen de event. En natuurlijk zijn er al ontzettend veel mensen de hele tijd aan het gissen wat het event zal zijn. Maar het zal dus een zonneflare, een zonne... als je kunt bedenken dat de aarde onze moeder is en de zon eigenlijk onze vader, de grote centrale zon, dat is de bron, en dat dat onze vader is. En wat ik dus doe, dat is, ik doe dat eigenlijk altijd al gewoon van nature. Als ik mediteer, verbinden met moeder aarde, met de diepe bron in haar en haar energie naar je toe laten komen en je laten dragen en voeden en beschermen door moeder aarde en dan contact maken met de bron van het goddelijke licht, het gouden licht, het zonlicht uiteraard.
He, maar dat noem je dan niet zo? Want het is, deze, het is een grote centrale zon, dat is de bron. En dat dat komt, dus dan maak je eigenlijk verbinding met je oervader en je oermoeder. En met die verbinding ben je natuurlijk super beschermd en kun je in je hart en kun je allerlei dingen doen. En weet je ook zeker dat het niet nep is of fake is of zo. Dan weet je gewoon dat het echt is. Je hebt alle connecties gemaakt en je voelt zelf heel goed of het lukt, die connectie. Als je verbinding maakt met moeder aarde, dan voel je hoe je werkelijk gedragen wordt. En je voelt die ondersteuning en je voelt hoe die energie van moeder aarde door je heen gaat. Via je voeten en je, als je op je bankje zit, via je knieën. En als je de verbinding met vader zon maakt, of met het goddelijke, met de goddelijke bron, dan voel je hoe die energie in jou komt en helemaal via je hoofd. En het geeft een soort heel diep gevoel van vrede. En je voelt dat het liefde is van beide kanten. Nou, onze ideale ouders dus eigenlijk. Goed, vroeger kon ik dat alleen maar, toen ik het pas deed, op mijn bankje. Maar dat kan ik nu altijd en overal. Kan ik die verbinding even maken en dan kan ik direct dus toegang krijgen tot allerlei dingen met kennis. En plotseling zag ik hoe dat zou zijn. Er komt dus een event en dat zal met een zonneflare te maken hebben. Ja, ik weet niet zo'n goed Nederlands woord daarvoor. Een zonnevlam die heel erg krachtig is, maar we worden al voorbereid, want ze worden nu al eigenlijk met de dag krachtiger. De Schumann-resonanties meten dat. Ik ga zo meteen iets over het Schumann-instituut zeggen. Die tonen aan dat die, soms is het even, zwakt het even af om ons wat op adem te laten komen. Maar dan begint het weer met volle kracht. En iedereen die een klein beetje in contact staat met zijn lichaam, voelt dit. Hè? Je voelt het. En als je, ook als je nog niet helemaal zo wakker bent, dan voel je het ook. Want dan heb je gewoon allerlei soort griepverschijnselen. Hoofdpijn, soms zelfs koorts, snotterig, pijn in je schouders, last van je maag, last van je darmen, nou allemaal dat soort dingen. Dat zijn allemaal verschijnselen van het feit dat jij door die zonnekracht wordt opgetild. Dat je dus je energie wordt verhoogd, dat je steeds meer dingen gaat openen, dat je hoger in je zijn komt. Goed, als je dat dus bent, kun je allerlei informatie binnenkrijgen en daar hoef je dan niet voor te channelen. Ik wil nog steeds blijven waarschuwen voor channelen. Hoewel ik weet dat er een aantal mensen zijn die dat echt heel integer en goed beschermd doen. Hè? En die wil ik echt niet afhalen. Maar er worden zelfs cursussen in channelen gegeven. En ik zou zeggen, voel goed of je dat echt wel moet doen. Want je kunt, nou ja, nu ga ik iets doen wat ik net in het begin zei, dat moet ik niet doen. Voel of het jouw weg is. En als je het toch meent te moeten doen, zorg dat je goed beschermd bent. Maak die connectie. Zorg voor optimale bescherming. Goed, dat was even dat. Dus de informatie die ik binnenkreeg, is dat dus op het moment van dat event, en dat staat heel erg dichtbij nu, toch wel hoogstwaarschijnlijk dit jaar. Dat weet ik niet zeker, want tijd is moeilijk om te zeggen. Dat mag je eigenlijk, moet je voorzichtig in zijn. Het ligt ook aan ons hoe ons bewustzijn zich ontwikkelt. We hebben ook invloed op dat proces. Het is een wisselwerking. En als dat gebeurt, dan is dat eigenlijk datgene wat in heel veel oude geschriften is beschreven. En ook bijvoorbeeld in de Bijbel, waarin natuurlijk een heleboel dingen niet kloppen en zo. Maar een aantal dingen ook weer wel. Hè. Dat is natuurlijk wat de groep, laten we ze niet de negatieve groep noemen, heel de tijd heeft gedaan, de mix van waarheid en leugen. En die is juist, dat is juist zo moeilijk eraan. Sommige dingen kloppen en sommige dingen echt niet. Nou, wat dus bijvoorbeeld wat ze zeiden, dat is dat ze het moment, de dag van het laatste oordeel werd dat genoemd. Het wordt ook door Hidden Hand beschreven in zijn interview. Dat is niet zozeer op een dag, dat oordeel. Dat is ook niet van je wordt voor een rechter of zo, maar het is wel zo dat als je geen 51% service to others geeft, dus dienstbaar bent aan anderen,
Als je dat onder de 51% bent, dan kom je bij de mensen die in de vierde en de derde dimensie blijven om nog heel veel dingen over te doen. Ben je meer dan 51% dienstbaar aan anderen? Dat is wat ik al vaker heb gezegd, dat je dus dingen doet onvoorwaardelijk. Dat is eigenlijk dienstbaar zijn. Dus natuurlijk als je uit liefde in de zorg werkt, maar je hebt ook wel dat salaris nodig, maar je doet het wel uit liefde voor die mensen, is dat dienstbaar zijn. Maar heb je die baan echt alleen maar voor je hypotheek, voor het geld, en doe je het eigenlijk helemaal niet met liefde, dan is dat niet dienstbaar zijn. Dan val je niet bij die, dat hoort niet onder die 51%. En eigenlijk is het zo dat het niet afhangt van wat voor werk je doet. Elk werk wat je doet, kun je doen in dienstbaarheid voor de mensheid. Als jij als vuilnisman het vuil ophaalt met het idee van ik help de wereld schoner te maken, zodat iedereen in een prettiger wereld kan leven, dan is dat dienstbaarheid. En dat geldt ook voor iemand die op een kantoor werkt. En dus iedereen kan de intentie hebben om het werk wat hij doet te doen vanuit dienstbaarheid. Maar als je het doet alleen maar om de middelen, om het materiële, dan hoort het niet bij dienstbaar. Zelfs al ben je arts of verpleegster of healer. Dus dat is een heel belangrijk iets. Nou, wat er zal gebeuren, er komt dus een event en op dat moment, werd gezegd in de Bijbel, de graven zullen opengaan en de doden zullen opstaan uit de dood. Nou, voor veel mensen zag dat er toch uit als iets heel engs. Er zijn ook films gemaakt vroeger waarin dat gebeurde, nou die zijn heel eng. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Dat is een soort, heel veel dingen zijn vroeger ook echt beschreven om ons angst aan te jagen en daar is de Bijbel niet vreemd aan. Maar het is natuurlijk helemaal niet angstaanjagend. Het is integendeel, zal heel liefdevol zijn. En het is gewoon zo dat deze zielen van al die mensen zullen komen. Want iedereen, ook al is die nu naar een andere dimensie gegaan, wil nog steeds dit allemaal meemaken. Omdat het zo'n bijzonder, uniek proces is waar we doorheen gaan. Dus ook alle zielen die nu overgaan en die bij die 51% dienstbaarheid zitten, kunnen ze allemaal komen dan. Kunnen allemaal naar ons toe komen. Er zullen hereniging plaatsvinden van alle tweelingzielen. En ik weet dat er nu een aantal mensen heel erg blij gaan zijn. En die altijd al dachten van, hoe kan dat nou? Dus je gaat herenigd worden met je tweelingziel. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ik weet helemaal niet wie mijn tweelingziel is. Nou, daar ga je waarschijnlijk dan achterkomen. Of misschien is er is natuurlijk al lang een onbewust weten. En die kun je activeren door te mediteren, te vragen, mag ik het weten? Mag ik zien wie mijn tweelingziel is? En het is niet altijd wat je denkt, zeg maar. En het is ook iemand op Facebook die heel veel heeft geschreven over de tweelingziel, is Wendy Reus. Zij heeft er ervaring mee en ze schrijft prachtige stukken. Ik ga denk eens aan haar vragen of ze niet wil bundelen in in blogs of zo, of in een boek, want het is echt heel mooi. En ze beschrijft dat aan de hand van haar eigen ervaringen. En dat is wat het ook zo mooi maakt. En dat is dat je denkt, wat zij denkt, want net als wat ik dacht, weet je wel, die boeketreeks gevoelens. Dan komt die prins op het witte paard en dan is de prins is alles goed. Dan ben je alleen nog maar, dan leef je alleen nog maar samen lang en gelukkig. Zo is het dus niet. Je tweelingziel is je complementair. Als je het verhaal van Plato neemt, ik doe het een beetje door elkaar, hè? Maar goed, jullie luisteren maar. En daar heeft dus Zeus, de oppergod, die heeft dus en waarschijnlijk is Zeus weer een synoniem voor Enlil of Enki, een van de Anunnaki. Die heeft dus, omdat de mensen te machtig werden, ze waren namelijk bolletjes met vier armen, vier benen en een hoofd met dan twee kanten een gezicht. Ja, zoiets als die daar, zo'n hoofd, twee kanten een gezicht. Maar die heeft maar twee armen. En die mensen werden dus daardoor heel krachtig en heel machtig. En die konden dus van alles. En die waren ook heel snel. Die rolden, die buitelden zo met hun armen en benen. Ging sneller dan lopen. En die goden vonden dat ze te veel macht kregen. Dat boekje Symposion is overigens, zijn allemaal liefdesverhalen. Hoe was dat? Ze lagen aan. Dat deed men toen in Griekenland. Aan tafel met wijn en allerlei lekkere dingen. En
Socrates, er werd door een van zijn leerlingen gevraagd of iemand dus wilde vertellen wat liefde nou werkelijk was. En dan komen er een aantal verschillende verhalen die een soort visie op de liefde geven. En één verhaal is het verhaal van de bolletjesmensen. En dat vond ik altijd een heel mooi verhaal. Je bent dus begonnen als een bol. En die bol is zowel mannelijk als vrouwelijk. Want het is één geheel. En goed, nu gaan heel veel mensen zeggen, ja, en hoe zit dat dan met andere, met mensen die andere aantrekkingskracht? Dat zijn volgens mij allemaal leerproces. Want uiteindelijk is creëren het doel, hè? Het creëren, creaties, scheppen. En dat kan eigenlijk alleen maar als er yin en yang samenkomen. Laat ik het yin en yang noemen. Dan krijg je de scheppingskracht. Maar goed, dus, er zijn dus allerlei fasen in ontwikkeling. En ik denk dat die er allemaal bij horen. Alle fasen van, of je nou van wie je ook houdt, maakt niet uit. Klein beetje wel. Er zijn nu landen waar wetten worden goedgekeurd. Dat het heel normaal zou zijn om als volwassen man van kleine kinderen. Daar heb ik bezwaar tegen. Vind ik niet goed. Ga ik niet aan meewerken. Goed, daar hoef ik ook verder niet aan op uit te wijden. Ik denk dat bijna iedereen het met mij eens zal zijn. Dat dat dus niet genormaliseerd mag worden. Maar goed, die bolletjesmensen. Iets gebeurt er. Mijn lief stuurt een berichtje. Heel grappig. Nou, in ieder geval, die bolletjesmensen worden dus volgens de goden te gevaarlijk. Dat kan niet, ze worden te machtig. Dus wat besluit Zeus? Die besluit om die bolletjesmensen te splitsen. Als een school door midden te snijden. Dus er ontstaan nu twee halve bollen met twee benen, twee armen en dat hoofd. En dan draait hij dat hoofd om naar de kant waar hij ze doorgesneden heeft. En de navel is het restantje van dat doorsnijden. Je navel. Nou, dat klinkt heel leuk, hè? In ieder geval. En in het begin, die mensen werden dus gewoon, die moesten werken. Dat waren de werkers, hè, voor de Anunnaki, voor de goden. En die moesten werken, maar die konden niet werken, want die waren zo wanhopig op zoek naar hun andere helft. Ze waren namelijk ook door elkaar gehusseld, dus niet meer bij je eigen helft. Maar ze gingen zoeken en ze werkten niet meer en ze deden niks meer, ze aten niet meer. Ze gingen alleen maar op zoek en als ze die ander gevonden hadden, dan klampten ze zich aan elkaar vast en lieten ze elkaar niet meer los. En dan zouden ze eigenlijk gewoon gestorven zijn daar. Dus het was geen goede oplossing. Er moest iets gebeuren. Dus toen heeft Zeus besloten om deze mensen geslachtsorganen te geven. Dus de tweetallen werden weer bij elkaar geroepen. De een werd kreeg geslachtsorganen aan de buitenkant en de andere aan de binnenkant, zodat het in elkaar paste. En zodat ze af en toe weer die eenwording konden ervaren. Goed, en dan werden ze weer uit elkaar gehaald. Niet bij elkaar, want anders zouden ze weer heel de tijd die eenwording doen. Hè? En dat mocht niet, ze moesten werken. En ze moesten al dat soort dingen voor de goden doen. Dus de scheiding bleef en ze werden ook verdeeld over de aarde. Maar voor mij, toen ik dat verhaal voor het eerst las, dacht ik, oh my god, dat is echt helemaal zoals ik het voel. Ergens loopt op aarde die andere helft. Nou, dat is dus ook zo. He, er is één twin flame, of je zielenvlam, of je hoe je het ook maar noemt. En dat is iets anders dan je soulmate. Er zijn meer soulmates, maar er is maar één tweelingvlam. En die gaan elkaar dus allemaal ontmoeten in de periode van de event, rond. Sommige al ervoor, want het is nu worden al die energie al naar elkaar toegetrokken, die magnetische werking. En wat er dan is, wat Wendy Reus heel goed beschrijft, van dat het helemaal niet een feestje is. Het is geen boeketreeks. Of misschien toch wel, want daar begint het ook allemaal met allerlei obstakels. En dan uiteindelijk eindigt het goed. Dus misschien toch een boeketreeks. Nou, die mensen die elkaar dan ontmoeten, die zijn elkaars tegenpool. Dus de een heeft dit ontwikkeld en de ander dat. Maar het is wel complementair aan elkaar, dus vult elkaar aan. Dus de een is bijvoorbeeld heel spiritueel, de andere die heeft het materiële ontwikkeld. Hoe doe je dat dan? Nou, dus je hebt dus heel wat dingen nog. Het is ook je spiegel. Dus je hebt nog heel wat dingen samen te doen en te ontwikkelen en voordat je bij dat ultieme punt bent, van dat het helemaal past.
Dat is als je die persoon ontmoet hebt voor de event. En de kans is heel groot, zo voelt dat nu voor mij, dat op het moment van de event, dat dat niet meer nodig is. Dan zijn die blokkades weg, dan kun je echt, dan voel je die ander. Maar daarvoor moet je dus wel zoveel procent positiviteit in jou hebben. Dienstbaarheid is dat dus. Positiviteit voor jezelf. Nee, het is dienstbaarheid. Service to others. Ik luisterde ook nog naar een paar dingen. Het is al meer dan een uur. Oh my god. Iemand stuurde een gesprek van Mariska. Haar naam heb ik niet helemaal. En die spreekt over mij. Dat is wel heel leuk. En die had het ook nog over liefde. Ze had het over het Thomas-evangelie. Ze toonde een mooi boek van Bram Moerland. Ook over het Thomas-evangelie. En over natuurlijk over Maria Magdalena en over de liefde. En toen had zij het over voorwaardelijke liefde. En ze zei van, als voorbeeld gaf ze van, ik geef mijn kinderen eigenlijk als die iets gemaakt hebben, ben ik altijd laaiend enthousiast over wat ze gemaakt hebben. Ook al is het eigenlijk niet mooi. En ze zei, hun vader, die geeft eigenlijk voorwaardelijke liefde. Want die geeft ook gewoon kritiek van, nou, dat kun je beter. Of, dit vind ik nou niet zo heel mooi. En ze zegt, dat is voorwaardelijke liefde. Dat is ook wel liefde, want hij houdt heel veel van ze. En toen dacht ik, ik weet niet of dat zo is. Een van die dingen die ik... Ik heb dus cursussen gegeven aan mensen die eigenlijk nooit positieve feedback hadden gekregen op hun prestaties op school. Dus die hadden daaruit... Die waren altijd blijven zitten, hadden allemaal negatieve ervaringen en waren eigenlijk doodsbang voor onderwijs. Geworden door het systeem. En die kwamen dus op een cursus. Op het werk waar ze werkte, werd een cursus gegeven voor de hele organisatie. En ik gaf die samen met iemand. Ik heb er wel zo verteld in mijn talks. En wij deden dat heel basaal. En we startten dat met alleen maar positief feedback te geven. De eerste dagen. Alleen maar positief feedback. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar dat blijf je natuurlijk niet eindeloos doen. Dat is heel erg Amerikaans. In het Amerikaanse was het heel lang zo dat kinderen werden werkelijk de hemel ingeprezen en ze konden nooit iets fout doen. Dat is de andere kant. Dat is het andere uiterste van onze Calvinistische opvoeding, waarin we vooral altijd kritiek hebben gekregen en weinig positieve complimenten. Dus dat is zwart-wit. De tussenweg is gewoon altijd de gulden middenweg, is altijd de beste. Als je een basis hebt gebouwd van vertrouwen met je kind, of met wie dan ook, of met een medewerker, of met een cursist, en je hebt die voldoende zelfvertrouwen meegegeven over dat waar je mee bezig bent, dat kan het werk zijn, of dat kan, in het geval van ouders, je hebt dat kind al die jaren al meegegeven dat je heel veel van het kind houdt, ook al doet hij iets wat niet klopt. Als je dus prestatie en liefde uit elkaar trekt, want presteren en dan beloond worden met liefde is geen liefde. Dat is inderdaad voorwaardelijke liefde, maar je houdt gewoon van het kind om het kind en niet om wat hij doet, maar om wat hij is. Dan kun je rustig kritiek geven. En dan ligt het natuurlijk aan hoe je dat doet. Dan geef je dat op een liefdevolle manier van, ik houd heel veel van je, maar ik weet dat je ook wel leuk, je kan volgens mij een huis veel beter. En vaak gaat zo'n kind met een compliment, feedback, en dan kun je ook zeggen van, ik heb wel het idee dat je dit nu heel snel hebt gedaan. En ik zou nou ook wel eens willen zien, als je er iets langer over doet en je bijvoorbeeld iets meer let op de details, hoe het dan wordt. Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Dan geef je niet echt kritiek, maar dan geef je een tip, een advies voor een vervolg. Je gaat dan niet zeggen, nou, ik vind het afschuwelijk. Dat is weer het andere uiterste. Maar tussen die twee ligt echt wel een weg. En dat is eigenlijk heel mooi om dat te doen. Ik heb heel veel cursussen gegeven, heel veel lessen, heel veel en ook heel veel feedback. En in mijn schrijfgroepen ook was het altijd de eerste, weet ik hoeveel lessen, alleen maar positieve feedback. En dat was ook de opdracht van iedereen. Als mensen kritiek gingen geven op elkaar, dat werd onmiddellijk door mij afgeblokt. Dat doen we niet. Maar na verloop van tijd, als iemand echt wil schrijven, ga je wel zeggen van, nou,
Maar wij deden dat op een hele goede manier, want we gaven positieve feedback op de stukjes in de tekst die we goed vonden. Dat stuk vond ik heel goed. Als je dat nou uitbreidt, hè, volgens mij heb je daar de kern van je verhaal te pakken. Zo kun je het ook doen. Dat vond ik nou, dus je geeft feedback op stukjes die je goed vindt. Daarmee keur je niet het hele verhaal af en je keurt niet eens echt de rest af, maar je geeft feedback aan datgene wat je wil zien groeien. En zo werkt het echt. Het heeft echt dat effect op mensen. En die mensen van dat bedrijf, die kregen dus die eerste dagen alleen maar positieve feedback, waardoor ze hun zelfvertrouwen enorm toenam. En toen dat eenmaal zover was, toen konden we ook wel af en toe zeiden van, nou, je krijgt een verbeterpuntje. Het zou nog beter zijn als je bijvoorbeeld dit of dat zou doen. Wat denk je zelf? Ja, ja, ja. En dan gingen ze daarmee aan de slag en dan gingen ze dat toepassen. Dus feedback geven om iets te verbeteren is geen voorwaardelijke liefde. Want die onvoorwaardelijke liefde, die moet gewoon, die staat gewoon. En daar, die tast je niet aan met het geven van feedback. Maar ik vond verder mooi wat je vertelde, Mariska. Dank je wel dat je mij noemde. Goed, nou, ik kan nog over heel veel dingen hebben, maar dat doe ik nu niet. Ik stop ermee voor nu. Ik kan je zeggen, we zitten in een vrij moeilijke tijd nu. Er is heel veel gaande. En wees je ervan bewust dat het een film is. Dat de meeste, hoe zeg je dat, regeringen en zo zijn al lang opgeheven. Ze spelen nog hun rol omdat ze gecapituleerd hebben. En ze spelen hun rol in de film. Ook in .nl. Alleen is daar nog één dubbel spion schijnt. Wie zou dat zijn? Dat is eigenlijk wereldwijd. Het wordt nu echt... En er gaan nog dingen gebeuren. Het schijnt dat... Er is een inval geweest bij meneer T. En het schijnt ook dat hij nog gearresteerd gaat worden. Maar dat is dus allemaal movie. En dus we zitten nu echt midden in de finale van de movie. Dus zet je chips klaar, hè? En een lekker wijntje. Ik ga ook een lekker wijntje drinken. Dat is niet te vaak, maar zo af en toe. En dan zet ik het in de triangel, zodat de gifstoffen eruit zijn. De duivelse stoffen. Oké, ik wens jullie een ontzettend fijn weekend. Oh, en ik heb nog één heel goed bericht. Morgen gaan we naar een tandarts hier in Frankrijk. En die is speciaal hier gekomen. Een Zwitserse tandarts die... Engels, Frans, Duits spreekt en die hier een praktijk is begonnen om al die mensen te helpen die geen tandarts kunnen vinden. Dus wij zijn super blij. En jullie worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Dank voor alle feedback, dank voor alle donaties, dank voor alle hulp die jullie aan elkaar geven. Dat vind ik fantastisch, want ik vind ook echt dat ik eigenlijk alleen maar moet inspireren tot community vorming. En tot de volgende. En een heel, heel fijn, liefdevol weekend.